Nou, het is toch lekker om rustig te beginnen met een training van een uurtje of twee, tweeënhalf? Ja, zo doorgaat dan hou ik de week vol, dan stop ik ermee. Nee, dan lig ik elke dag op die bank, denk ik. Ja, die was direct goed pittig. Ja. Dus ja. Ja, ja, als je veel getraind hebt in de vakantie en afgetraind bent, dan gaat het gewoon. Hè. Dus, nee, dat was een goede training, dat was een pittige training. Dus ja, weet je direct waar je aan toe bent. Ja, je zag het ook wel in iedereen. Iedereen voelt het wel zitten. Zo, iedereen die zei het al tegen elkaar van... dat heb ik nog niet meegemaakt. Ik zag andere clubs, zag voetvolleyen. Maar ja, dat, hebben we direct conditie op peil, toch? Dan kunnen we goed beginnen, de conditie. Eerste training, geen feesttraining, dat is duidelijk. Nee, dat was VCT. VCT-training, direct de pittigste van de week. Maar ja, misschien, ik weet niet of we morgen vrij hebben. Dan kunnen we direct een dagje herstellen, want... Een paar ijsbaden nemen. Ik heb het niet zo meegemaakt, maar ja, ik weet niet... Ja, ik ken de trainer persoonlijk niet, dus ik weet niet wat hij bij Eindhoven al gedaan heeft. Dus, nou ja, een keer wat anders is ook goed. Voelt het een beetje als een statement van, ik laat even zien, we gaan er tegenaan dit seizoen? Weet ik niet. Ja, zo zal hij misschien wel bedoelen, of dat weet ik niet. Misschien is hij het gewend om zo te trainen, maar dat, het is ook helemaal niet erg. Als we fit worden en conditioneel 100% zijn, dan is het goed. Je bent wel tevreden dat je niet de hele vakantie frikadel op ruggetjes hebt liggen eten, maar je hier gewoon afgetraind staat. Ja, ik ben nooit zo afgetraind geweest aan het begin. Ja, Van der Vaart heeft ook wel zo'n kroketje, toch? Dus daar is iedereen direct overheen gesprongen. Maar ja, op vakantie dan mag dat ook. Maar ja, je moet wel wat doen, anders dan begin je echt vanaf nul. En dat is ook niet gezond. Ja. Je staat hier met een lach. Vind je het stiekem echt ook wel lekker? Van nou, we beginnen dan ook meteen vol er tegenaan? Ja, zo erg had ik nog niet verwacht, maar... Ja, ik vind het wel weer lekker om te beginnen. Ik heb in de vakantie een beetje gelopen, een beetje kickbox gaan, wat ik wel als hobby erbij doe. Dus dan, dan heb je ook wel weer zin om tegen een balletje te trappen, ja, dat klopt. En vooral, je ziet die wedstrijden op het EK, dus dan begint het ook weer een beetje te kriebelen. Dat is iets ander niveau, maar ja, maakt niet uit. Als ik die parallel mag maken, je hebt een paar technische jongens daar lopen, maar hier moest je een rondje gaan hooghouden. Ik ben benieuwd hoe Henrico Dos dat gaat doen, maar dat viel me aardig mee. Ja, ik heb hele stiekeme techniek, heb ik. Ja. Jeugdopleiding in Heerenveen, hè? Dan daar leer je het allemaal. Nee, ja, dat jarenlange ervaring en dan krijg je dat. Nee, ja, een beetje voetvolley gedaan op het strand. Dus dan onderhoud je het een beetje. Dus, ja, je kan moeilijk pasen trappen bij het zwembad van 40 meter lange ballen. Dus dan moet je dat maar doen. En, nou, neem je meteen mee? Ja, inderdaad. Is alleen maar goed, toch? Even ga ik toch wat serieuzer maken nou. In eerste instantie, het is mooi, jullie beginnen weer. Ik vind het een mooie nieuw uitenu is. Er zijn zoveel spelers weg. En er is nog zo weinig terug. Twee spelers. Je bent je hele as kwijt. Sander Fischer, Rick Kruis, Adil Aouzar, Tom van Weert. Natuurlijk heb je er zin in. Maak jij je niet gewoon zorgen? Nee, zorgen nog niet. Ja, dat maak je bijna, of ja, bijna elk jaar. Nu zijn er wel heel veel spelers vertrokken, dat klopt. Maar... Ja, je weet ook, Excelsior heeft geen 10 miljoen liggen om spelers te halen. Dus ja, ze moeten secuur te werk gaan. En ja, vaak als je een maandje wacht, dan zijn ze of iets goedkoper of clubs willen wel beter meewerken. Dus ja, dat is toch altijd een beetje een spel tussen de clubs en speler en club. Dus ja, dat gaat wel goed komen, maar ja, je zult er misschien wel geduld moeten hebben. Dus ja, tot dan moeten we doen met de jongens die we nu hebben. En ja, dat gaan we zien. Maar dat er wat bij moet komen, dat ziet iedereen. Dat is... Ja, dat is niet lastig om te zien. Nee, maar het is ook lastig ingespeeld raken. Want je hebt gewoon geen selectie nog. Nee, klopt. Je mist een heleboel. Dus iedereen die heeft natuurlijk het liefst binnen nu en twee weken een hele ploeg te staan. Zoals sommige andere clubs wel. Maar ja, dat zal misschien niet het geval zijn. En Ferry zal druk bezig zijn met scouten en alle benden die erbij komen kijken. Dus ze zullen vast wel een lijstje klaar liggen. Maar ja. Ze kunnen ze moeilijk voor een miljoen opkomen halen. Dat kan hier ook niet. Dus we gaan het zien. Ja, maar als stom gezegd, stiekem hoor ik om me heen al wel van ja. Als je het zo ziet, op dit moment is Excelsior degradatiekandidaat nummer 1. Zelfs als de Eagles erin zijn. En zelfs als FC Twente afgebrokkeld is enzovoort. Herken je die geluiden? Ja, ze mogen het zeggen. Voor mij zeggen ze dit jaar, of de vorige twee seizoenen zeiden ze het ook, Excelsior... Degradatiekandidaat nummer 1. En het is dan om ons om weer te bewijzen dat het niet gaat gebeuren, toch? Nou, er is één voordeel. Als je langer wacht, dan zijn er vaak ook betere spelers die opeens nog geen club hebben. En misschien dan wel interessant worden. Ja, klopt. De lijst met spelers die geen club hebben, dat groeit volgens mij elk jaar. En de banen liggen ook niet voor het oprapen, ook niet in het voetbal. En ook niet buiten het voetbal. Maar er zijn straks genoeg jongens die, die misschien nu gokken op een iets grotere club. En, die dan zogenaamd genoegen moeten nemen met Excelsior. Maar dan,
ja, dan zullen ze wel 100% voor deze club moeten willen spelen. Maar dat gaat wel goed komen.